Verse Limburgse rijstvlaai is heerlijk. Voor een feestje, verjaardag of gewoon een zomaar. De lekkerste rijstvlaai, die maak je natuurlijk zelf. Gebruik hiervoor Koopmansmix voor wit brood. En je hebt natuurlijk ook een vlaaivorm nodig. Maar een springvorm is ook prima. Ik begin met de deeg. Doe 200 gram witbroodmix. Het water. De boter. En de vanillesuiker. Allemaal in de kom. En kneed dat met de deeghaken tot een soepel deeg. En je kunt het natuurlijk ook met je handen kneden. Dek het af met plastic folie. Zo. En laat het 15 minuten rijzen op een warme, tochtvrije plaats. Vet dan de springvorm in en verdeel het deeg gelijkmatig. Maak voor de zijkant een mooi randje van ongeveer 2 centimeter hoog. Dan de vulling. Doe de rijst de pap in een kom. De slagroom erbij. Voeg het ei toe. De suiker. En de mix voor de banketbakkersroom. Maak daar een mooie, egale rijstvulling van. Nou, nu kun je de vulling over de bodem verdelen. En mooi glad strijken. Laat het even rusten en dan kun je ondertussen de oven voorverwarmen. De vlaai kan nu de oven in. Bak hem in 30 minuten in het midden van de oven, goudbruin en gaar. Nou, dat ziet er goed uit. Laat hem wel even afkoelen. En om het helemaal lekker te maken, gaan we de vlaai versieren. Nou, daarvoor klop je de slagroom lekker luchtig en stevig met vanillesuiker, gewone suiker en slagroomversteviger. Dan verdeel de slagroom mooi over de vlaai. En versier het met hagelslag of vlokken. Eet smakelijk.